Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met een kaartlegging voor de maand juli en dit keer voor de weegschaal. Ik heb de astrokaartjes getrokken en ja, de weegschaal is dus aan de beurt. Dus lieve weegschaal, ik vroeg dus wat er belangrijk was voor jou voor de komende maand. En dat is jouw geluk, dus deze kaartlegging lieve weegschaal gaat over jouw geluk. Heel mooi. De kaartjes die ik daarbij trok waren twee positieve kaartjes. Alvast dus, ja, de eerste is de wortel en er staat dus een kans of een meevaller. Dus het kan zijn dat er dus in de maand juli een mooie kans of een meevaller dus jou tegemoet komt. Dus dat is alvast iets om naar uit te kijken. En dan hebben we ook nog de deur en de deur staat ook weer voor kansen die op je wachten. Mooi. Dus het is eigenlijk een dubbele bevestiging, lieve weegschaal. Er zijn mooie kansen, mooie mogelijkheden. En ook ja, meevallers. Dus ja, dat kan alleen maar goed zijn natuurlijk. Dan, lieve weegschaal. De kaart die ik daar ook nog op trok was deze. Een hoger bewustzijn. Dus verbinding, uitbreiding, eenheid en licht. Dus het kan zijn dat jij je bewust wordt van bepaalde dingen. Misschien krijg je bepaalde inzichten. Je ziet hier ook zo, ja, zo precies de verbinding met het goddelijke. Dus het kan zijn dat je connectie dus met het goddelijke dus echt heel goed is de komende maand. En dat je dus bepaalde inzichten doorkrijgt, bepaalde boodschappen doorkrijgt. En het is dus ook heel belangrijk om daarnaar te luisteren. Dus luister goed naar je intuïtie. Dat is heel belangrijk. Maak het ook regelmatig stil. Ga ook eens mediteren of een wandeling maken in de natuur. Zodat je dus ja, al deze dingen kunt binnenkrijgen. Echt heel mooi. En luister dan ook daarnaar, naar de boodschappen die je krijgt. Ik kreeg ook nog deze kaart, dus herwin je focus. Dus het kan zijn dat je wat afgeleid geweest bent de voorbije maanden. Dus bepaalde problemen die verstrooien je eigenlijk en leiden je weg van je doel. Aartsengel Metatron en Aartsengel Michael zijn hier om je goed gegrond te houden. Dus ja, dat is ook een boodschap om goed te gronden. Aartsengel Michael en Aartsengel Metatron helpen je ermee om je goed te gronden. Maar het is dus ook aan jou om dat zelf ook te doen. Dus om meditaties te doen, visualisaties te doen, te gaan wandelen in de natuur, zoals ik dat juist al zei. Bezig te zijn in de tuin, dat helpt je om je goed te gronden en dus om minder te piekeren en in je hoofd te zitten. Dus probeer ook, het is goed om mensen te helpen en als ze je om raad vragen, ja, voor hen te zijn. Maar het is ook belangrijk dat je dus echt wel goed naar jezelf ook kijkt. Naar wat jij nodig hebt, naar je eigen doelen. Dus je kan mensen helpen. Misschien ja, zijn er bepaalde problemen die mogen opgelost worden. Maar ja, je mag ook je eigen doel niet uit het oog verliezen. Dat is wel een puntje waar je dus mag aan gaan werken. De volgende kaart is ook een hele mooie. Je bent beschermd. Dus jij bent veilig in jouw bubbel van licht. Jij kan dus verder gaan met zelfvertrouwen. Dus aartsengel Michael beschermt je. Lieve weegschaal, ik ging zeggen tweelingen. Lieve weegschaal. Aartsengel Michael is bij je om je te beschermen en vraagt je dus om moedig verder te gaan. Dus luister echt naar de boodschappen die je doorkrijgt via je intuïtie. En ga dus moedig verder op het pad die jij dus dient te lopen en ga dus recht naar je doel. En je zal dus ook de mogelijkheden en kansen krijgen dus om echt wel je doel te bereiken. Dus dat is wel heel mooi. Dan de laatste kaart die ik trok is deze. Het is bijna over. En hier staat er dus, je huidige uitdagingen zullen weldra worden opgelost. En je zal dus kunnen terugkijken en ook, je zal dus kunnen naar de toekomst kijken, bedoel ik, met een glimlach. Dus de toekomst ziet er alvast heel mooi uit, lieve weegschaal. Er komen prachtige kansen en mogelijkheden je pad op. En ja, die uitdagingen waar je dus mee bezig was en die je dus tegenhielden,
die zullen dus weldra voorbij zijn. Dus ga dus verder op je pad, geniet van de reis en ga dus recht af op je doel. En ja, neem die mogelijkheden en die kansen aan die dus op je pad komen. Dat is heel belangrijk. En luister goed naar je intuïtie. Zo, lieve... ik wil vergeten iedere keer... lieve weegschaal, het is omdat ik zojuist het de kaartlegging voor het sterrenbeeld tweelingen heb opgenomen. En ik zit ergens nog met het woord tweelingen in mijn hoofd, maar het is dus echt wel degelijk een kaartlegging voor de weegschaal. Dus lieve weegschaal, ik wens jullie alvast een hele fijne maand juli toe. Geniet ervan, want het ziet er echt goed uit. Dus ja. Ik zie jullie heel graag terug een volgende keer. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het delen en voor het reageren. En ja, tot de volgende keer. Dag!